Suriname herdenkt vandaag ook 129 jaar Javaanse immigratie. Op deze dag herdenken de Javanen de komst van de Javaanse contractarbeiders die tussen 1890 en 1939 vanuit Java en Indonesië naar Suriname zijn vertrokken. In het kader hiervan heeft de Vereniging Herdenking Javaanse Immigratie, VHJI, verschillende activiteiten ontplooit, waaronder kransleggingen bij het monument te Sanabudaya, de proclamatie van het nationaal behoud van Surinaams-Javaans Gamelang en optredens van verschillende Gamelang-groepen. Onder de aanwezigen waren de ambassadeur van Indonesië in Suriname, de directeur van het directoraat cultuur Elvira Sandi, assembleelid Usman Wangsa Besari en vertegenwoordigers van verschillende groeperingen. De trekker van het op te richten platform, Don Tosinjoyo, heeft de aanwezigen ingelicht over het behoud van de Javaanse cultuur. De Vereniging Herdenking Javaanse Immigratie, afgekort VHJI, is door het directoraat cultuur aangewezen als de paraplu-organisatie in Suriname om de bescherming van het Javaanse immaterieel cultureel erfgoed te coördineren. In dit kader heeft de organisatie verschillende consultatierondes gehouden met de cultuurdragers, CQ culturele organisaties, om overleg te plegen over het behoud, de bescherming en de overdracht van de elementen uit de Javaanse cultuur die verloren dreigen te gaan. De normen, waarden, gewoonten en tradities, adat, van een groep zijn verankerd in hun cultuur. Het is daarom van belang dat kennis over de cultuur wordt gewaarborgd en er tijdig maatregelen worden getroffen om de cultuur niet alleen te behouden en overdragen aan de volgende generatie, maar die ook verder te ontwikkelen. De viering van de Javaanse immigratie is dit jaar geheel in het teken van de gamelangmuziek. De gamelang is de basis van de Javaanse cultuur. Verlies van de kennis van de gamelang betekent verlies van een groot deel van deze cultuur, benadrukt Tosinjoyo. Tijdens de consultatiebijeenkomsten van de trekkers van het platform en de verschillende culturele groepen is besloten om de gamelang groepen in kaart te brengen en die te verenigen. De afgelopen weken hebben de trekkers die vanuit VHJI zijn aangewezen om te inventariseren hoeveel gamelang groepen nog actief zijn, veldbezoeken afgelegd in Dessa, Klevia, Domburg, Kwarasan en andere gebieden. Alle groepen hebben unaniem erkend dat er acties moeten worden ondernomen om de gamelangmuziek te behouden voor de generatie na ons. Om dit te kunnen realiseren, zullen de gamelanggroepen zich verenigen en wel in het Nationaal Platform voor Behoud van de Surinaams-Javaanse Gamelang in Suriname. De aanwezige vertegenwoordigers van de gamelanggroepen hebben een verklaring ondertekend waarin staat dat ze de doelstelling van het platform onderschrijven en ondersteunen.